Cicely Tyson wordt halverwege deze maand opgebaard in New York. De familie van de vorige week overleden actrice heeft aan Amerikaanse media laten weten dat fans welkom zijn om een laatste aard te bewijzen aan de Hollywood-veterane, die 96 jaar werd. Tekst gaat verder onder advertentie: Tyson was gedurende haar lange en indrukwekkende carrière een rolmodel voor zwarte vrouwen en zette zich jarenlang in voor raciale gelijkheid. In 2016 onderscheidde toenmalig president Barack Obama haar met de hoogste eer die een Amerikaans burger kan krijgen, de Presidential Medal of Freedom. De actrice verdiende haar sporen op televisie, in film en op Broadway. Ze won onder meer een Emmy Award, een Tony Award en meerdere Screen Actors Guild prijzen. Daarnaast werd ze vele malen genomineerd voor haar werk, onder andere voor een Oscar en Golden Globe. In 2018 mocht ze een ere Oscar in ontvangst nemen. Buzzelets Blokkades.